Mei 1940. Tanks rolden door de straten, afgewisseld door vrachtwagens, lege voertuigen en ronkende motoren, waarvan een aantal met zijspan. De Duitse Weermacht nam Amsterdam in met een parade van machtsvertoon. Dit is Stil Vuur. En dat gaat over een vrouw die in de oorlog voor de verkeerde kant heeft gekozen, zeg maar. Maar het gaat uit liefde. En het is eigenlijk de andere kant van het verhaal. Dat is eigenlijk wat ik heb geleerd dat in de loop der jaren. Vandaar dan elk verhaal zit ook een andere kant. Ik ben ooit eens een keer begonnen na een vakantie in Oostenrijk om een boek te schrijven. Ik wist dat ik leuk opstellen kon schrijven. Ik had gedacht van nou, een boek schrijven zal niet lukken. Maar door omstandigheden deed ik het eigenlijk toch. En toen kreeg ik het manuscript terug. En daarbij kreeg ik een brief bij van dat ze het wel wilden uitgeven. Maar dat het veel te dik was, dus of ik het wilde herschrijven. Nou, dat heb ik toen gedaan. Toen werd het alsnog uitgegeven. Dus zo simpel is het eigenlijk. Je hoort vaak van auteurs dat ze daar vreselijk mee hebben moeten leuren. Maar ik ben er echt zo ingerold, tot mijn eigen stomme verbazing eigenlijk ook. Ja. Nou, ik ga hier vooral naartoe als ik me niet geïnspireerd voel. En ik vind het altijd een heel bijzondere plek. Ik kan het niet goed uitleggen, maar het is een gevoel. Het geeft me enorm veel rust hier zo. En ik geniet ook van de natuur hier. En dan ga ik het liefst, zeg ik altijd, met heel slecht weer. Met flinke wind, flink regen. Dat ik geen mens tegenkom. En dan merk je dat je hoofd leeg wordt. En ineens komt er zo van alles in me op. En dat vind ik altijd heel bijzonder. Dat is, ik zeg altijd van een boek schrijven is meer transpiratie dan inspiratie. Maar dat vind ik echt inspiratie. Dat er dan zoiets heel bijzonders eigenlijk in je opkomt. Ja, ik heb over drugsverslaving geschreven, over anorexia. Je probeert wel iets over te brengen. Ik weet wel dat er ooit eens een keer een journalist was en die zei van ja, je schrijft moralistisch. En daar kreeg ik zo'n rotgevoel van. En toen had ik het later met mijn uitgever over. En toen zei ze van ja, iedere auteur schrijft moralistisch, want je wilt iets overbrengen naar je lezers. En dat is ook zo. Dus ik denk dat dat het is. Weet je, ik word getriggerd over het algemeen door een bepaald onderwerp. Dan denk ik van, jee, hoe ga je daarmee om? Wat gebeurt er met je als er zoiets is? Of hoe kom je zo ver? Bijvoorbeeld, ik heb het boek Droomprins ooit geschreven over een meisje dat slachtoffer wordt van een loverboy. Hoe kom je ooit zo ver? Nou, en dan ga je daarin verdiepen en je praat met mensen, zeg maar, daarover. En dan ontdek je dingen. En dan, dat wil je overbrengen naar je lezers. Ja. En ik weet dat ik ooit over Münchhausen by proxy schreef. Nou, daar heb ik me ook heel erg in verdiept en dat was voor mezelf ook heel interessant. En dat er dan op een gegeven moment een lezer zegt van, goh, ik zag iets over Münchhausen by proxy. Toen dacht ik, oh ja, daar heeft Gretje ook over geschreven. Nu weet ik wat het is. Weet je, dat is het een beetje. Want je ontdekt zelf dingen in een boek. Doordat je ermee bezig bent. En je gaat soms anders over een onderwerp nadenken. Doordat je ermee bezig bent. En dat is wat je eigenlijk wilt doorgeven. Kijk eens. Haar vriendin Betty Faber trok haar aan de arm. Die is knap. Kijk dan die andere kant. Betsy zwaaide. Met haar krullende rode haren was ze een opvallende verschijning. Drie militairen zwaaiden terug. Ergens verderop stonden twee meisjes die de passerende soldaten iets in hun handen drukten als ze voorbij kwamen. Maria ging op haar tenen staan om te zien wat het was, maar het lukte haar niet. Een man in het zwarte uniform van de NSB laveerde een glanzend donkerbruin paard voor de menigte langs. Er komt binnenkort een boek van mij uit en het gaat over een vrouw die in de oorlog zogenaamd fout is geweest. En dat is eigenlijk ook een gedachte van mezelf. Wat had ik gedaan in de oorlog? Wat had ik gedaan in die situatie? En dat is dan wat je zelf heel erg bezighoudt. En waardoor ik door het lezen erover, door de contacten die ik heb gehad, zeg maar, dat ik daar zelf anders over ben gaan denken. Dat ik zelf heb ontdekt van, oké, zo kan het dus. En daardoor is de scheidslijn tussen goed en fout soms helemaal niet zo duidelijk. En dat is eigenlijk wat je ook over wilt brengen naar je lezers. Plus dat ik gewoon graag wil dat ze genieten van een boek. Dat ze gewoon aan een boek beginnen en dan hoor je wel eens ze zeggen, ik heb het in één adem uitgelezen. Ik kon het gewoon niet meer wegleggen. Nou, dat is ook fijn.